vrijheid echt iets ontzettend vanzelfsprekends. Maar dat is het helemaal niet. Als we kijken naar de toestroom van vluchtelingen, de berichten uit de Oekraïne, de toestand in Syrië, maar ook in Turkije, de verhalen uit Afghanistan, we kennen ze allemaal. En toch vergeten we zo nu en dan met elkaar dat die vrijheid die wij hier met elkaar hebben, dat die helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Maar u bent de veteraan en u weet als geen ander dat dat niet zo is. Jullie hebben gediend in oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, missies. En van dichtbij hebben jullie gezien dat die vrijheid niet zo vanzelfsprekend is dat wij met elkaar allemaal wel eens denken. En dat vraagt, en dat wil ik echt met name zeggen, waardering, maar ook erkenning. En dat is ook de reden dat we het verzoek van de Hulse veteranen acuut hebben opgepakt. Want die erkenning en die waardering, die mag er zijn, die moet er zijn. En die spreekt ook met alle liefde naar u uit. Want ondanks dat het niet altijd, of misschien zelfs meestal niet is, heeft uw inzet ook sporen bij u nagelaten. En soms is dat heel fysiek en soms is dat wat minder fysiek. Maar ook daarvoor is het fijn dat we een plek met elkaar weten te vinden, waar we dat kunnen delen met elkaar. Dat er begrip is en dat er wederzijdse begrip en tolerantie en gespreksmogelijkheden zijn. Omdat u precies weet hoe het was en hoe het is. En u begrijpt elkaar helemaal beter dan zij van daarbuiten, waar ik er overigens ook een van ben. En om af te ronden wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om de Hulse veteranen, Frans, Angelo, Evelien en natuurlijk Ilse, van harte bedanken voor hun vasthoudendheid en de complimenten geven voor hun inzet deze dag. Maar dat wil ik ook graag doen voor de dames van bestuursonderstelling en communicatie van de gemeente, want zij hebben achter de schermen ook echt heel veel werk gezet en is ook vandaag gegeven. Ik wens u een hele fijne middag en we zometeen eet smakelijk. Ja, je hebt werkers en je hebt werkpaarden. En, maar zonder de steun van de dames achter de schermen hebben we dit ook natuurlijk niet kunnen realiseren. En ik wil dat graag middels een bloemetje namens de veteranen Hulst kenbaar maken. Dus Joyce. Alsjeblieft. Als het goed is, zit er nog een dame van de communicatie. Dank u. Alsjeblieft. De dame van de wereld. Die staat erachter. Ja. Ah, Monique. Monique. Ah, ja. Monique. Ja. Okay. Waarom een veteranendag in Hulst? Ja, als u achter mij kijkt, dan ziet u ook echt dat er een behoefte voor zit. De mensen hebben echt behoefte om elkaar te zien en te spreken. En aan de andere kant vind ik ook dat wij als overheid een taak hebben om onze respect en waardering voor de veteranen te uiten. Ze hebben echt belangrijk werk voor Nederland en onze veiligheid gedaan, onze vrijheid. En dat moeten we echt uiten. Was er nog geen veteranenafdeling in Hulst? Nee, die was er niet. En die daarin kan bijdragen om dat wel op te zetten en te zorgen dat er mooie evenementen komen. En dat mensen elkaar echt kunnen ontmoeten, dan doe ik dat heel erg graag. Is dit een initiatief van de gemeente Hulst? Nou, het is een gezamenlijk initiatief. Ik ben benaderd door de Hulster veteranen, want ze hebben mij nodig om de adresgegevens op te vragen. Dat heb ik met heel veel liefde en plezier gedaan. En samen met de gemeente hebben wij dit café georganiseerd. Ja. U bent wel blij met de opkomst, het aantal. Ja, ik ben enorm blij met de opkomst. Maar zelfs als er 3 man was geweest, dan had ik een behoefte voorzien. Dus wat dat betreft, het is heel goed zo. En er is ook nog een Nationale Veteranendag in juni. Ja. Sluit dit daarbij aan? Dit is de opmaat naar de Veteranendag in Hulst in 2024. Voor dit jaar krijgt het niet meer rond georganiseerd. En we gaan zeker kijken of we het volgend jaar wel kunnen doen met elkaar. Mijn naam is Frans de Brouwer, geboren en getogen in het Zeeuws-Vlaamse, roots in Aksel en Hulst. Als 18-jarige ben ik hier vertrokken en ben ik militaire dienst ingegaan en dat heb ik volgehouden tot en met 2011. Met een tweetal uitzendingen, een hele mooie uitzending in de Sinaï-woestijn, 6 maanden lang, Egypte. En de laatste in 2009 als militair adviseur in Afghanistan. En dat is eigenlijk de meest heftige periode uit heel mijn diensttijd. Ik heb er 7 maanden gezeten. En toen ik in deze gemeente kwam, 2018, vond ik het eigenlijk heel vreemd dat er geen veteranenbijeenkomsten werden gehouden. Een ontzettend positieve burgemeester die haar vader ook als veteraan kent. En haar zus ex-beroepsmilitair is.
Dus die begon gelijk achter onze ideeën en plannen. Vandaar ook deze bijeenkomst, kennismakersbijeenkomst, gemeente Veteranen Hulst. Uiteraard, vanuit die bewogen periode in Afghanistan heb ik natuurlijk best wel het een en ander meegemaakt. Goed gezien, veel leed gezien. Het meeste wat dan indruk op mij heeft gemaakt, mijn kameraad die dus gesneuveld binnen werd gebracht, zijn geen prettige beelden. Dat heb ik weggestopt al die jaren. Tot in 2018 bij mij ook de bom barstte. Ik heb een contact opgenomen met het Veteraneninstituut. Binnen 4 dagen was ik in behandeling en dat heeft geduurd tot begin 2022. En nu kan ik het handelen, laat ik het zo zeggen. We waren uitgegaan van een 25, 30 mensen die zouden reageren. We hebben een totaalbestand van 128 veteranen in de gemeente Hulst. We hebben bijna 50% reactie gekregen van de veteranen. Dus op zich, voor een eerste bijeenkomst, is dat fantastisch. En wat ga je doen om de anderen nog te sensibiliseren? Gebruik maken van de media. Onder andere Omroep Hulst, Dagblad De Stem, PZC, Omroep Zeeland. En je goed mensen die hier geweest zijn, eigenlijk ook als een lopend medium te gebruiken van komt dat zien en kom en sluit je bij ons aan. En waar heeft u gediend? In Nieuw-Guinea. In Vakvak en Kokas. Hoe lang is dat geleden? Dat was in 1962. Hoe lang bent u daar geweest? Ongeveer 7 maanden. En heeft u het goed afgebracht? Gelukkig wel, ja. Toen was ik nog goed. Nu zit ik in een rolstoel. Een rolstoel, een elektrische rolstoel. Maar dat is niet door die uitzending. Ja. Misschien had het maar mee te maken, hè, door de herinneringen eigenlijk. Ja. En bent u blij met deze Veteranendag? Geweldig. En zien ons nog, zodat we dus meer in dienst kregen. Niet helemaal wat in dienst eigenlijk. Dus dat is mooie herinneringen. Ja. Ik ben Frans. Ja? En waar heeft u gediend? Irak. Wanneer? 2004. Hoe lang? Echt nou 4 maanden. Ik was tolk, kapitein tolk in Irak. Het is geweldig om hier te zijn in Hulst, om weer te zien wat ik heb gedaan in Irak. En het is nog steeds een klotenzooi in Irak, dat kan ik wel zeggen, ja. En hoe heeft u het zelf gewerkt? Het was een hele interessante ervaring, maar zeer heftig. Maar het is goed om erbij te zijn geweest, want je leert er wel van. Dus het is een gigantische ervaring geweest. Dus deze Veteranendag is heel positief voor u? Dit is zeer geweldig dat dit wordt opgepakt door deze huidige burgemeester. Ja, ik ben Werner de Kind. Ik ben 62 jaar. En ik ben ook veteraan. Ik ben sinds ongeveer 1 jaar ben ik buiten, tenminste ben ik geen actief in de militair meer. En ik sta hier vandaag op de Veteranendag in Hulst. En het is hier hartstikke gezellig. U heeft eigenlijk uw onderscheidingen terecht verdiend. Ja, ik heb ze niet gestolen, inderdaad. En ja, dit zijn ze dan. En wat stelt dat voor? Wat stelt het voor? Het zijn eigenlijk 2 uitzendingen, maar je krijgt voor iedere uitzending krijg je dan medailles. Eentje is voor de uitzending voor Allied Harbor. Dat was een missie tijdens de Kosovo-crisis, op de Balkan. Een humanitaire missie. Die andere 2 die zijn van ISAF. Dat, zijn, uitzending, dat is een uitzending geweest naar Afghanistan in 2005, 2006. En dan nog eentje voor 35 jaar... Eerlijk en trouwe dienst als officier. En de luchtmachtmedaille. Die krijg je als je een bepaald aantal dagen per jaar van huis af bent. En dat gedurende een aantal jaren achter elkaar. Dus dat is het eigenlijk. Ik heb er gelukkig niks aan overgehouden. Dus daar ben ik wel blij om. Nog psychisch, nog lichamelijk. Maar er zijn natuurlijk gewoon collega's bij wie het helaas is anders gelopen. En dat is natuurlijk wel heel, heel jammer, dat mensen toch, laten we zeggen, op een of andere manier iets aan overgehouden hebben. Maar ik ben gelukkig gezond teruggekeerd. Ja, hallo, goedemiddag. Ik ben Jorgo Rijs, ik kom van Klooster Zanden en ik ben een veteraan. Ik heb in Libanon gediend, destijds 1982, 1983. Uitzending was 6 maanden, maar diegene die mij af zou lossen toen de tijd,
Die brak zijn been in de opleiding en dan heb ik nog 2 maanden extra. Dus ik ben 8 maanden van huis geweest toen de tijd. Ik was een dienstplichtig destijds. En dan heb ik me vrijwillig opgegeven voor die missie. En daar ben je nu tevreden over dat je dat gedaan hebt? Ik kijk er, nu ik ouder ben, moet ik eerlijk zeggen, waardeer ik dat. Ja. Het was ook geen gevechtmissie, zoals ze dat noemen. Het was een vredesmissie, dus ik heb niet echt heel vervelende dingen meegemaakt. Dus ik heb dat goed kunnen plaatsen voor mezelf. Ja. Is lekker. Ja hoor. Waar bent u geweest? In uw Guinea, ja. Vandaar dat u zo graag dit eten lust. Ja, ja, maar ik mag het zelf, hè. En troe. Jij maakt het zelf? Ja, ja. Hoezo? Ja, ik was kok in uw Guinea. En kon je dan al dat, kende je al dat Indonesische eten? Nee, maar dat leerde vanzelf, hè. Ja, dat en de mensen, de soldaten worden ook al te vrezen, dus dan is het goed, hè. Ja. Ik ben Thierry Vaas en vroeger bij de marine gezeten in het medische dienstvak. En sinds 2010 ongeveer gestopt bij de marine. En diverse missies gedaan in Ethiopië, Eritrea, Albanië, Kosovo. Dus een beetje diverse gebieden geweest. En zo te zien ben u een jonge veteraan. Dank voor het compliment. 47, ja. Is in 2010 ben ik gestopt. De laatste plaatsing was in de Caribië. Dus nee, ik ben zeker wel goed, denk ik, zonder al te veel kleerscheuren teruggekomen. En wat vindt u van het initiatief van de Veteranendag? Super. Blij dat het eindelijk gelukt is. Ja. Ja, absoluut. Ik denk dat we in Zeeuws-Vlaanderen trots mogen zijn dat we nu eindelijk ook hier iets hebben. Geniet ervan. Dank u wel. Waar bent u uitgezonden? Waarheen? Ik ben van 1957 tot 59 in Nederland, voormalig Nederland, Nieuw-Guinea. Als beroepsmilitair of gewoon militair? Als beroep. Wat vindt u van deze veteranendag? Top. Ik ben van Doornik. Ik ben pas geleden in oktober. Ben ik pas in Huls komen wonen. Een heel goed initiatief van degene die het georganiseerd hebben deze avond. Ik heb bij de marine gediend, bij de onderzeedienst. Ik mag eigenlijk niet vertellen waar, maar het heeft te maken met Kosovo. En hoe lang bent u in militaire dienst geweest? Ik ben 4,5 jaar in dienst geweest. Daarna ben ik reservist geworden. Dus u kunt terugkijken op een goede periode? Jazeker, ik heb een hoop geleerd bij de onderzeedienst. En wat vindt u van het initiatief van de Veteranendag? Van Hulst dan? Van hier? Van hier, ja. Heel goed initiatief. Dat hebben ze goed voor elkaar weten te boksen. Ik ben Jamie Pantenvet. Ik ben 29 jaar. Woonachtig in Hulst. 2014 en 2016 ben ik naar Mali geweest voor de VN, de MINUSMA. Daar hebben wij gezorgd dat de vrede daar bewaard wordt. Ik ben nog steeds actief dienend bij de luchtmacht, gilserijen. Ja. Welke functie? Verbindelaar. Wat is dat? Wij zorgen voor communicatie tussen de helikopters en de grondtroepen. En met name voor radiocommunicatie. Dus alles wat oorlog is, dat volgt u? Ja, klopt.